Een nieuwe Half-Life game. Mogelijk zelfs Half-Life 3. Ik heb jullie gisteren helemaal lekker zitten maken met dit gerucht, maar ik moet hem helaas nu alweer ontkrachten. Mijn naam is Rowan en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Goedemorgen YouTube. Het is inmiddels alweer bijna 3 jaar geleden dat de PlayStation 5 verscheen op de Nederlandse markt. En wat was het een chaos de eerste maanden. Als je de PS5 niet had gepreorderd, was het bijna onmogelijk om er eentje te krijgen. Heel sporadisch was die dan weer ergens op voorraad, maar dan lag vaak direct de website van de verkoper eruit en was die binnen enkele minuten alweer uitverkocht. Tegenwoordig is hij gelukkig gewoon goed verkrijgbaar en is hij inmiddels ook alweer 40 miljoen keer over de toonbank gegaan. Dat maakte Sony gisteren in een blogpost bekend. Zoals eerder deze week natuurlijk ook al besproken, gaan er momenteel geruchten rond van een nieuw PlayStation 5 model met een afneembare disk drive. Deze zou later dit jaar uit moeten komen. En de PlayStation 5 Pro die mogelijk in november 2024 verschijnt. Sony zelf heeft dit alles echter nog niet bevestigd. Wel is er onlangs een limited edition Spider-Man 2 model aangekondigd die vanaf 1 september verkrijgbaar is en vanaf vandaag te pre-orderen. Sony heeft ook laten weten dat er inmiddels ruim 2500 PlayStation 5 spellen beschikbaar zijn en heeft daarbij ook de top 40 van de door de community best beoordeelde games aangekondigd. Wat is tot nu toe jouw favoriete PlayStation 5 game? Een nieuwe Half-Life game. Mogelijk zelfs Half-Life 3. Ik heb jullie gisteren helemaal lekker zitten maken met dit gerucht, maar ik moet hem helaas nu alweer ontkrachten. De Half-Life vermelding in de officiële Gamescom app blijkt onzin. Half-Life en Valve worden namelijk helemaal niet in de actieve Gamescom app vernoemd. In een update meldt Reddit-gebruiker itsdarko42 dat het ging om een oude app van vorig jaar die niet meer in gebruik is en ook niet meer kan worden gedownload. In de huidige Gamescom-app staat Valve ook, maar wordt er geen melding gemaakt van Half-Life. En ook Valve heeft nog niet officieel bevestigd aanwezig te zijn op de aankomende gamebeurs. itsdarko geeft aan dat het om een fout kan gaan, maar opvallend is het natuurlijk wel. Fans van de Half-Life-serie hopen al jaren op een vervolg op Half-Life 2, maar deze lijkt er dus vooralsnog niet te komen. Nintendo is weer eens met een hele lekkere aankondiging gekomen. Wie namelijk een Nintendo Switch Online abonnement heeft, kan 2 nieuwe Legend of Zelda-titels spelen op de Game Boy-app. Het gaat om The Legend of Zelda Oracle of Ages en The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Beide games dateren alweer uit 2001 en werden niet door Nintendo, maar beide door Capcom ontwikkeld. Capcom was later ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van The Legend of Zelda: The Minish Cap. De 2 spellen kwamen tegelijkertijd uit, maar hebben allebei hun eigen verhaal. In Seasons ontdek je het land Holodrum en in Ages ga je in het land Hybrina op pad. De spellen zijn wel verbonden met elkaar. Als je 1 van de 2 games hebt uitgespeeld, kun je namelijk een linked game starten in de andere. Daarmee krijg je onder andere toegang tot nieuwe features. De volgorde waarin je ze speelt maakt hier niet uit. Welke van de 2 spellen ga jij als eerst spelen? Dat was dan aflevering 6 van Goedemorgen YouTube. De plek voor inmiddels ontkrachte geruchten. Wil je graag op de hoogte blijven van alle gaming nieuwtjes? Abonneer dan op dit kanaal. Blijkbaar is het steeds achterlaten van een ander gekleurd hartje lastig en irritant. Dus laat maar gewoon een random emoji achter in de comments. Vergeet de video ook niet te liken voor het algoritme en zo. Bedankt voor het kijken en tot maandag. Do 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 do